Je vraagt je af, gebeurt het echt? Na de verkiezingen zal ik de politiek verlaten. Dat voelt ook goed om nu een stokje door te geven. We leven in een gaaf land. Mark Rutte, meer dan 13 jaar lang was hij de baas van Nederland, de minister-president. Hoi, hoi. Bon dia. Dag mama, dit is Mark Rutte. Het worstenbroodje. Gaaf. Maar doe je best op school. Hij was bij veel mensen populair en leek soms wel met iedereen bevriend. Maar er waren ook moeilijke momenten. Ja, ik doe eens normaal, man. Oh. Oeh. Ik bied excuus aan Nederland. Ik zeg sorry tegen Nederland. Heb niet gelogen. En over al die jaren en de toekomst gaan wij hun vragen stellen. Leuke vragen, maar ook moeilijke. Over de baas zijn, over beslissingen nemen en over de NAVO. En dat doen we allemaal daar binnen. De plek waar Rutte al die jaren gewerkt heeft, het torentje. Gaaf. Gaaf zeg, meneer Rutte, dat wij hier mogen zijn. Meneer Sil. Wat is uw kantoor al leeg? Ja, het is bijna opgeruimd. Maar ik had daar natuurlijk allemaal spulletjes staan en boeken en ja, dingetjes die je krijgt van mensen. Dus het is wel gek. Ik heb wel nog iets voor u meegenomen om even neer te zetten. Zo! Want dit bent u in 2010 als u begint als premier. Ja, confronterend, maar het komt echt door de belichting. Het is echt door de belichting dat die rimpels... Ik zie wel wat een paar rimpeltjes zijn erbij gekomen. Ja, 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 maar dat komt maar door de belichting. Niet zo gek nee, natuurlijk joh. Is deze Rutte trots op deze Rutte? Deels. Er zijn dingen gelukt, maar er zijn ook dingen echt niet gelukt. Nee. Ik denk bijvoorbeeld aan de ellende die we veel te laat doorkregen met de toeslagenaffaire. Hoe zou hij daarover denken dan? De Mark van deze hier zou zeggen, als hij had gezien wat daar speelde. Joh, deze ik, had jij dat nou maar eerder gezien? Mijn naam is Ella en ik ben 10 jaar. Ella, kom maar. Ja. Hi. Dag Ella, wat goed je te zien. Gezellig. High five Ella, ga zitten. Zo. Waar bent u als minister-president het meest trots op wat u voor kinderen heeft gedaan? Dat is een moeilijke vraag. Dat als jij bent nu 10 jaar, als jij dadelijk 18, 19, 20 bent en een baan gaat zoeken, dat we dan hopelijk net zoals nu die banen er zijn. En dat was niet zo toen ik begon. Er zijn in uw periode echt wel dingen misgegaan. Ja. Gaswinning in Groningen. Daar. Hier zo'n scheur. Daar is daar een hele grote scheur. De toeslagenaffaire. We bleven ook heel vaak eten bij opa en oma, omdat dan was er gewoon geen geld voor boodschappen. Daar heeft u veel kritiek op gehad ook. Ja. Hoe kijkt u naar die kritiek daarop? Is dat terecht geweest? Ja, vind ik wel. De toeslagenaffaire. In 2017 was er al een rapport waarin stond het gaat helemaal fout. En dat heeft geduurd tot 2019 voordat het pas op de kabinetstafel komt. Maar dat raakt mij het meest, want ik ben de baas van het kabinet. Kan en mag niet nog een keer zo verschrikkelijk misgaan. Waar gaat u s'nachts nog een keer van wakker schrikken? Van, hoe had ik dat nou kunnen doen? Nou, deze. Ik vind deze het ergst. Kijk, Groningen is ook heel erg. Dus ik denk dat ze wel vergelijkbaar zijn. Maar van de toeslagenaffaire, daar wordt u echt s'nachts nog wel een keertje wakker. Ja, maar ook al van Groningen. Je voelt als kind gewoon, dat gaat gewoon in je vingertoppen. Voel je het als er stress is in een huis? Als er iets aan de hand is. Als er iets aan de hand is. Het raakt me enorm, want je wil natuurlijk dat kinderen in dit land geen zorgen hebben. Ella, meneer Rutte is ook leraar, maar hij heeft ook geschiedenis gestudeerd. Jij krijgt ook geschiedenis op school, denk je, en dan heb je geschiedenisboeken. Ja. Meneer Rutte, hoe hoopt u dat er in die geschiedenisboeken over u geschreven wordt? Ai, nou ja, ik hoop dat ze in ieder geval zeggen, hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles aan energie en inzet gedaan. En er zijn een paar dingen gelukt en er zijn ook een hoop dingen niet gelukt. Okay, let's go. Ella, welke rapportcijfer zou jij aan Mark Rutte geven? Ik denk 7,5. Ik ben 10, dus u bent al langer dan mijn leven eigenlijk. Jij weet helemaal niet dat een ander dit kan doen. Nee, ik heb in die tijd dat u minister-president bent, heb ik me niet zeg maar onveilig gevoeld of zo. Ik heb het wel gewoon fijn gevonden. Bijzonder dat je dat zegt. Dankjewel. Welk rapportcijfer geeft u zich? Oh, nee. Ja, nee, dat weet ik dat u dat gaat nee, zeggen. Maar kom op, u bent leraar, u kan dit. Een 6. Een 6? Een 6. 6,5. Vertel. Er zijn heel veel dingen gelukkig gelukt. En het lastige is, als dingen lukken, doe je dat zeker niet zelf. Wat ik al zei, hè, dat we weer zoveel banen hebben, dat doe je met z'n allen. Dus daar ben ik positief over. Maar wij zeiden al, een aantal dingen zijn ook echt niet goed gegaan. Ook de woningmarkt. Dus wel een voldoende, maar niet een hele ruime. U moet de kinderen in Nederland natuurlijk niet vergeten. Ook niet bij uw nieuwe baan. En daarom hebben de kinderen ook wat voor u meegenomen, volgens mij, hè, Ella? Ja. Wil je het geven? Alsjeblieft. Wat leuk. Hé, een pianootje. Wat gaaf. En er zit een muziekbox in, denk ik. Ja, het is een muziekdoosje. Wat leuk. Meneer Rutte, we hebben allemaal plaatjes opgeplakt. Op de achterkant staat een kindervraag bij de plaatjes. Het is helemaal aan u welke u wil pakken. Begin eens met het boek hier.
Wat was uw favoriete vak op school? Vraagt Evie. Geschiedenis. Ja, iets makkelijker. Ik ben het ook gaan studeren. Wat is er dan zo leuk aan geschiedenis? Je snapt iets beter waarom de dingen zijn nu zoals ze zijn. En je herkent soms iets wat vroeger ook al een keer gebeurd is. Mag ik de volgende keer? Eens even kijken. Dit begrijp ik ook niet. Het lijkt mij iets van drugs, nee? Dit is een palmboom. Dat is een palmboom! Ik dacht dat het een hennepplant was. Nout, waar gaat u heen op vakantie? Wat ik heerlijk vind met vakantie is met familie in Nederland naar een huisje te gaan. En ik vind het ook heel leuk om met vrienden naar steden te gaan. Londen, een paar dagen Parijs. Dat vind ik ook heel leuk. Ja, maar u bent 3 maanden vrij. Ja, dat is ongelooflijk. Dat heeft u nog nooit gehad. Nee, joh. Heel lang niet meer. Nee, echt nooit. Nee. Lex, wat gaat u missen? Ja, eerlijk gezegd alles. Ik had gisteren het laatste Kamerdebat en ja, dat ga ik missen. Ik vind de Tweede Kamer heel mooi, onze democratie. De mensen hier, de collega's op dit ministerie, ontzettend lieve mensen. Mijn naam is Imara en ik ben 10 jaar. Oké, Imara, kom maar binnen. Imara, goed je te zien. Hoi. Hoi. Met corona waren natuurlijk alle kinderen en ik zelf ook thuis. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Vond u het moeilijk om die beslissing te nemen? Ik vond dat een van de moeilijkste beslissingen. Want je realiseert je, als jij thuis bent, kun je niet met je vriendinnen spelen of vriendjes. Je gaat niet naar school. Je kunt niet sporten. Het is zo zwaar. Dus dat vond ik heel moeilijk. Waarom vond u dat dan zo moeilijk? Omdat het niet Hollands is. Het is niet Nederlands. Dit land is, we zijn hier op straat, we zijn lief met elkaar. De overheid hoort zich niet met ons leven te bemoeien. Waarom deed u het dan toch? Omdat als we dat niet hadden gedaan door het virus, dan was er te veel contact tussen mensen. Dan zou dat virus te veel mensen weer ziek hebben gemaakt. Het gaat helemaal verkeerd met de coronacijfers. De situatie is dat de ziekenhuisopnames pijlsnel oplopen. Blijf thuis. Imara, weet jij nog hoe dat was toen je alleen maar thuis blijft? Wat vond jij ervan? Het was wel een beetje raar. Eerst leek het me eigenlijk nog best leuk, want ik dacht, yes, dan hoef ik niet meer naar school. Maar daarna was het eigenlijk niet zo leuk, want je zag je vriendinnen niet meer. Ja, en snapte je toen ook dat je thuis moest? Nou, ik snapte het eigenlijk niet helemaal, maar ik dacht ook wel weer een beetje van, ja, eigenlijk wordt iedereen toch wel ziek, of je nou thuis blijft of niet. Ja, snap ik. Maar feit is natuurlijk dat als je zo'n virus hebt wat overspringt, hè, dat als je dan het aantal momenten dat een virus kan overspringen beperkt, doordat jij thuis blijft en niet met die vriendinnen, ja, dan is de kans minder groot. Maar de nadelen daarvan zijn gigantisch. Eigenlijk was die school toch wel leuk. Ja. Dat is heel fijn voor alle leraren. Soms denk je echt van, ik moet naar school, het is heel saai. Maar eigenlijk moet je blij zijn dat je naar school kan. Maar uit onderzoek blijkt dat er echt wel kinderen zijn die er nu nog steeds last van hebben. Dat ze verdrietige, depressieve gevoelens hebben. Maar ook de leerachterstand op scholen is er nog steeds. Kinderen op de basisschool hebben tijdens de coronacrisis vooral met rekenen en begrijpend lezen vertraging opgelopen. Het waren gewoon geen leuke tijden. Ik heb achterstand met rekenen en taal. Dat laat u ook achter als minister-president. Hoe kijkt u daarnaar? Ik denk dat het onvermijdelijk was. Ik denk, ja, soms heb je in de politiek maak je de keuze uit alleen maar ellendige opties. Het is onvermijdelijk als er zoiets heftigs een samenleving overkomt, dat er mensen zijn die daar langere tijd last van hebben. Laatste coronavraag. Als u er nu op terugkijkt, wat zou u anders hebben gedaan? Ik denk niet dat we heel veel anders hadden gedaan. Nee? Wat je moet doen natuurlijk nu is lessen trekken. We moesten alle besluiten nemen met ongeveer 50% de helft van de kennis. Dankjewel. Ja. Imara, jij hebt ook wat meegenomen, hè? Dit is wel een stuk zwaarder dan. Oh! Dit is heel belangrijk. Want een van mijn grote hobby's is snoepen. Ik heb zelfs gehoord dat u soms snoepjes verstopte in een envelop tijdens de Tweede Kamer. Nou, soms eigenlijk altijd. Want je mag bij Kamerdebatten niet eten. Kon dus niet zichtbaar daar zakken drop gaan zitten leeg eten. Dus dat werd in een enveloppe gebracht. Alsof daar belangrijke stukken in zaten. Toch een klein snoepgeheim van Mark. Ja, zeker. Eens even kijken. Deze microfoon. Olivier vraagt, wie is uw favoriete artiest? Componisten, denk ik. Componisten sowieso. Chopin en Bach. Ik denk dat veel kinderen wel die namen kennen. En een Nederlands artiest van nu? Nou, ik was wel een heel groot fan van Europapa. En ik vind trouwens wat nu gebeurt met dat naar links en rechts ook heel grappig. Staat u wel eens van links naar rechts? Nee? Nee? Nooit? Nee. Nooit ik ga het ook niet doen, want nee, ik ben dat ga ik één niet keer doen. Bij jullie gedanst. En dat is nog steeds, wordt dat ook wel uitgevonden. Gaat u ook op de fiets naar de NAVO? Ja, ik weet het nog niet hoe dat precies zit daar in Brussel. Maar Mark Rutte zonder fiets? Dat kan niet. Dat kan toch niet? Nee, ongetwijfeld komt er ook in. Ik hou hem hier in Den Haag, maar ik ga zeker ook wel iets daar met de fiets doen. Hoi, ik ben Teun en ik ben 10 jaar. Hey, goed je te zien. Hallo. Teun, kom zitten, jongen. Kom zitten. Wat heeft u geleerd tijdens uw presidentschap van Nederland, wat u gaat gebruiken
als baas van de NAVO? Jeetje, dat is wel even een vraag. Nou, toen MH17 werd neergeschoten, het vliegtuig waar heel veel Nederlanders ook zijn omgekomen. Aan boord zouden 280 mensen en 15 bemanningsleden zijn. Iedereen zou zijn omgekomen. Toen leerde ik hoe belangrijk het is dat Nederland niet alleen staat, maar dat je iedereen kunt bellen. En waarom kun je iedereen bellen? Omdat we lid zijn van dezelfde clubs. Europese Unie, de NAVO. En dat neem ik mee naar de NAVO. Dat het hebben van bondgenoten, dat je samen sterk staat, dat zo waardevol is. Ja, want we moeten misschien heel even uitleggen. U wordt baas van de NAVO. Dat zijn 32 landen die Klopt. Samenwerken, ook Nederland. Ja. En die hebben afgesproken met elkaar, ja, wij beschermen elkaar. Een aanval op één is een aanval op alle. Waarom wilde u deze baan zo graag? Dat is een combinatie van dit wat ik net vertelde. Dus dat besef hoe belangrijk het is dat je niet alleen staat. In combinatie met die verschrikkelijke Russische aanval op Oekraïne. Rusland is een oorlog begonnen tegen Oekraïne. Ik heb gedacht, nu ik stopte, nu het kabinet viel en ik niet doorging, dan kan ik ook niet zeggen, laat maar zitten. Waarom denkt u dat u het kan? Ja, anderen zeiden dat ik het kon en ik moet het nu bewijzen. Maar u heeft de baan ook aangenomen, ook gedaan, dus u denkt ook wel dat u het kunt. Ik denk dat ik heb laten zien dat ik wel in staat ben om mensen bij elkaar te brengen. Voor zo'n baan moet je ook niet zelf een al te groot ego hebben. Ik vermoed dat men daarom dacht hij kan het en dat zijn er misschien wel twee eigenschappen die ik heb. Wat wilt u bereiken als NAVO-baas, als u er nu iets op moet zeggen? Het gevoel wat er nu is, dat het woord oorlog terug is. Het geluid wat je bijna kunt horen van wat daar nu aan de hand is. Dat stopt. Dus dat kinderen zich daar geen zorgen over maken. Exact. Als we dat kunnen bereiken, dat daar vrede komt, dat Rusland zich weer normaal gedraagt, als we dat kunnen bereiken met elkaar, en dat ik iets aan kan bijdragen in die NAVO-rol. Want je moet ook zorgen dat je natuurlijk laat zien, val ons nooit aan, want je hebt een heel groot probleem. En dan moet je er wel genoeg geld aan uitgeven. Kijk eens aan. Heel benieuwd, dankjewel. Hé, een fietsbel. Jij doet het goed. Ja, dit werkt. Hier ga je voor opzij. Zo gaat u in Brussel fietsen. Vladimir, maak ruimte. Ja. Dat was hem. Dankjewel. Foto. Heel leuk.